de France. Tour de France, Tour de France. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur la fête du Tour de France 85 et pour commencer, la chanson du vélo. 3, 4... Zo zitten we meteen in de sfeer, dames en heren. In het komend uur blikken we namelijk vooruit op de Tour 1985. In deze uitzending gaat u bijna zeker kennis maken met de nieuwe Tourwinnaar en de laureaten van het punt- en bergklassement. We gingen namelijk praten met Hino, Van der Aarde, Van Impe, Criquillon, Kelly en ook Jacques Godet, hoewel die zijn grootste ambitie is in Parijs aan te komen. Drie weken lang zal de Tour weer de vakantiestemming meebepalen. De BRT brengt elke dag rechtstreeks de laatste kilometers van de etappe, zoals gewoonlijk. Maar doet ook een extra inspanning. Zo kan u tijdens de bergritten de beklimming van de belangrijkste cols rechtstreeks volgen. En vanaf overmorgen start op TV1 een speciaal programma met de naam Tour 85. Daarin krijgen de mensen die de namiddaguitzending niet konden volgen een samenvatting van het ritverslag en op geregelde tijdstippen ook interviews uit Frankrijk of in de studio. De Tour is uiteraard ook een inspiratiebron voor de geschreven pers. Er worden zelfs boeken over gemaakt, zoals bijvoorbeeld Vreugde en Verdriet in de Tour van onze collega Robert Janssens. Het boek is recentelijk voorgesteld in aanwezigheid van onder andere Eddy Merckx en tourdirecteur Jacques Godet. Robert Janssens probeert in dit boek een aantal vragen te beantwoorden waarmee wielerliefhebbers blijven zitten die de Tour gewoon langs de weg of via televisie, radio en kranten volgen. Hij wil aantonen dat de Tour zoveel meer is dan een voorbijflitsend peloton met toeterende volgwagens of een laatste kilometer op het scherm. Robert Janssens begint morgen aan zijn 22e ronde van Frankrijk. Hij weet dus waarover hij schrijft. Wie er ongetwijfeld nog meer vanaf weet, is tourbaas Jacques Godet. Journalist, organisator, maar ook de filosoof en de aristocraat met de tropenhelm en de kniebroek. Vorige week is de man 80 jaar geworden. Hij gaat naar zijn 50ste tour. Marc Stassijns, bijna halfweg dat aantal, interviewt hem. Le Tour de France fait partie de la vie de mon journal, fait partie de ma vie. D'autant plus que le créateur en a été Henri Desgrange, qui Henri Desgrange a été l'associé de mon père dans les débuts du siècle, qu'ils ont créé cette œuvre ensemble et que Henri Desgrange a été mon père spirituel. Par conséquent, Henri Desgrange mort en 1940 et me trouvant seul à la tête du groupe créé par mon père Henri Desgrange, j'ai dû en prendre la suite et en assumer le prolongement et le succès. J'ai eu la chance de réussir avec l'aide, la collaboration, l'association que j'ai créée avec un homme comme Félix Evitan, dans le cadre de nos journaux, qui sont l'équipe bien sûr, et le Parisien Ibéré, qui forment désormais un même groupe. Félix Evitan, le businessman, et vous-même plutôt le poète du Tour. Félix Evitan a, depuis 1966, la charge entière de la réalisation du Tour de France. Moi, j'y contribue en lui apportant tout mon cœur, toutes mes connaissances, mes suggestions. Et je suis le directeur du Tour de France, directeur général du Tour de France avec Félix Lévitan. Mais j'ai, comme lui, croyez-le bien, des préoccupations matérielles. Parce que si le Tour de France est en effet quelque chose qui envahit mon esprit et gagne mon cœur, et que j'exerce sur le Tour de France un métier de journaliste qui me conduit à chanter le Tour de France dans des conditions qu'on juge quelquefois excessives du point de vue du style, j'ai comme Félix Evitan la préoccupation d'abord d'en assurer l'existence et par conséquent le caractère matériel de l'organisation, le caractère financier de l'organisation est quelque chose qui me passionne. Au surplus, le Tour de France est une construction tout à fait passionnante. Nous y travaillons toute l'année, comme vous le savez peut-être.
Toute l'année, tous les mercredis matins à 8h30, nous nous réunissons en réunion, Félix Lévitin et moi, pour diriger une séance de travail qui comprend tous les éléments responsables Tour de France, une vingtaine de personnes, 25 personnes. Parlons par exemple du parcours qui a été changé cette année encore, dans ce sens qu'on entame les Alpes avant les Pyrénées, donc le Tour parcourra la France dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui, le Tour ne veut pas être figé. Le mot Tour de France, qui voulait dire pendant un nombre considérable d'années que l'on longeait les frontières et qu'on longeait les mers et les océans, cette notion-là a disparu. Nous faisons un tour en France, nous faisons le tour de la France, et je crois que nous réussissons ainsi à utiliser d'abord toutes les ressources topographiques qui existent dans ce pays, car il était anormal de ne pas, par exemple, aller dans le Puy-de-Dôme, dans le Mont d'Auvergne, trouver un sommet comme le Puy-de-Dôme, que nous trouvons aussi dans certaines régions des possibilités qui permettent de développer et de multiplier l'ensemble des parcours et de donner par conséquent chaque année au Tour de France un aspect nouveau. Le Tour de France, le Tour de la France, boudera encore cette année la Belgique. Le mot boudé n'est pas exact. Il y a une série de manifestations, de raisons pour lesquelles, étant donné que le Tour de France se veut aussi court que possible, aussi bref que possible, car avant-guerre, le Tour de France durait 29 jours et nous développions environ 5000 km. Et aujourd'hui, il n'atteint pas 4000 km et dure 23 jours de course. Comment évoluera le Tour de France dans l'avenir? Est-ce qu'il se maintiendra tel qu'il est maintenant? Non, il subira des modifications. Dans quel sens? Vous savez que j'ai émis l'idée que pour ne pas se laisser dépasser par ce sport merveilleux que nous aimons tous, qui est le football, et le Tour de France devait lui-même atteindre un niveau international qui représente ce que peut-être les Jeux Olympiques pour l'athlétisme et la Coupe du Monde pour le football. Par conséquent, je souhaiterais, moi, que dans un avenir qui se rapproche, tous les 4 ans, il y ait un Tour de France, un tour cycliste, par équipe nationale, et qui puisse, en effet, déborder le cadre des frontières du Tour de France et montrer que l'Europe est solidaire pour que le sport cycliste se développe encore davantage. Des grandes manifestations comme les Jeux Olympiques, comme les championnats du monde et d'Europe du football et d'athlétisme n'auront pas lieu ou n'ont pas lieu chaque année. Le tour se joue chaque année, mais est-ce qu'il n'est pas trop long dans le cadre d'un calendrier surchargé? Je pense que nous l'avons diminué. Nous avons été les seuls organisateurs existants actuellement à diminuer la durée de notre épreuve. Je viens de vous le dire, nous avons descendu le kilométrage de 5000 km à 3800 km environ. Nous avons descendu la durée de l'épreuve de 29 jours à 23 jours, alors que certains grands tours, comme le Giro, qui est une épreuve superbe, que nous apprécions beaucoup, lui est passé de 18 jours à 22 jours, 23 jours. Par conséquent, le Tour de France a donné un bon exemple. Et je crois que venant dans le mois de juillet, là où nous ne gênons personne, le Tour de France doit conserver sa mesure actuelle. Le pessimiste avait prédit que le Tour de France disparaîtrait, mais j'ai l'impression que votre organisation se porte bien. Est-ce que le Tour est éternel? Il disparaîtra peut-être un jour, lorsque nous aurons une civilisation qui sera transformée. Mais dans le cadre d'une civilisation qui va certainement durer au moins encore un siècle, je pense qu'il débordera l'arrivée du troisième millénaire, largement. Je pense que le sport cycliste et le Tour de France, par conséquent, a toutes les chances, non pas seulement de s'affaiblir, mais au contraire, de s'élargir. Car le sport cycliste gagne le monde entier en ce moment. Ce sont les pays de l'Est européen, c'est l'Amérique, les États-Unis, c'est la Colombie. Nous avions hier la présentation d'une équipe brésilienne pour le Tour de l'avenir, qui est le tour par lequel nous préparons vraiment l'avenir du sport cycliste tout entier. Et je puis affirmer que les femmes, l'espèce féminine, devenant maintenant un élément de compétition de premier intérêt, le sport cycliste et les grandes épreuves cyclistes routières par étapes ont un avenir assuré. À 80 ans, vous serez encore présent dans le Tour de cette année. Est-ce que cela ne vous lasse jamais? Non, ça ne me lasse jamais. Au contraire, c'est pour moi une merveilleuse distraction. C'est toujours une aventure recommencée. Ce sont toujours des émotions fraîches, renouvelées par conséquent. C'est une grande joie pour moi lorsque je quitte mon bureau sombre pour m'élancer sur ces routes ensoleillées au milieu de ces coureurs que j'aime, au milieu de cette confrérie qui est celle que nous formons tous ensemble, gens de presse,
où s'établissent des relations d'amitié, de convivialité, qui sont absolument une chose unique, qui font d'ailleurs Tour de France ce qu'il est, c'est-à-dire l'événement public le plus apprécié de l'ensemble des médias. Le Tour vous a procuré certainement des grandes joies et également des moments de tristesse. Racontez-nous la plus grande joie ou les plus grandes joies que vous avez vécues personnellement dans l'histoire du Tour. Les plus grandes joies sont forcément des sensations sportives. Ce sont les exploits assurés par une photocopie ou par un Eddy Merckx, les deux coureurs que je place tout à fait au sommet de la hiérarchie des coureurs cyclistes que j'ai connus, ou bien un exploit accompli par un Hugo Koblet qui est dans une étape du Sud-Ouest. C'était, si mes souvenirs sont bons, l'étape Brive-Agen. La fameuse Brive-Agen du Sud-Ouest, dans laquelle Hugo Koblet a pu prendre une avance importante de plusieurs minutes et qu'il a conservée, alors que derrière lui, la chasse est organisée par tous les champions et que Hugo Koblet a pu maintenir son avance. C'était là une chose admirable qui est restée fidèle dans votre mémoire, je m'en aperçois, comme c'est resté fidèle dans ma propre mémoire. Et les moments les plus pénibles, les plus difficiles, les bien plus sûr, durs. Sont les accidents, et particulièrement l'accident mortel de Simpsons sur les côtes, sur la côte caillouteuse du Ventoux, ce lieu sublime et à la fois sinistre. Et c'est pas seulement la mort de Simpson qui a été dramatique, c'était les conditions qui l'avaient amené, ce champion, à mourir là sur le lieu du combat. C'est-à-dire l'erreur fatale qu'il a commise en utilisant de manière abusive des produits dopants. Een zwarte bladzijde uit de Tour van 1967. We gaan over tot de orde van de dag. Opvallend afwezig, dit jaar is de winnaar van 83 en 84, Laurent Fignon. Een moeilijke jongen die systematisch interviews weigert. Daarom krijgt u zijn verhaal in beelden. Net als nu moest ook 2 jaar geleden de topfavoriet verstek laten gaan. De grote afwezige in de Tour 83 was Bernard Hinault. Hinault die in 5 jaar 4 keer de Ronde van Frankrijk had gewonnen. Hij moest nu geopereerd worden aan de knie. Wie zou hem opvolgen op de eerlijst van de Tour? Een van de gevestigde waarden zoals Zoetemelk, Kuiper, Agostinho, Van Impe, of doen de jongeren een greep naar de macht? Een Winne, een Van der Velde, een Andersen, een Pascal Simon, Arroyo of een Delgado? Na de Pyreneeënrit van Pau naar Luchon neemt Pascal Simon de gele trui. Links van hem met de witte trui rijdt Laurent Fignon. In de voorbije ronde van Spanje heeft Fignon het pad geëffend voor de eindzege van zijn kopman Hinault. Fignon kan dus wat, toch schuift haast niemand hem naar voren als kandidaat. Tourwinnaar. De kandidaat nummer 1 is Pascal Simon. Tot Simon 1 dag later betrokken raakt in een domme valpartij. De diagnose luidt een barst in het schouderblad. Simon zal niet in Parijs geraken. Toch zet hij nog door, een week lang. Een week die hem wellicht meer populariteit oplevert dan de eindoverwinning. Op weg naar Alpe d'Huez stapt Simon dan uit de Tour. Alpe d'Huez neemt Laurent Fignon de gele leiderstrui over van Pascal Simon. Voor Fignon is het zijn eerste gele trui, maar niet zijn laatste. Laurent Fignon wordt de verrassende winnaar van de Tour 83. Een verrassende winnaar, maar geen toevallige winnaar. Dat bewijst hij door in Dijon de tijdrit te winnen. Daarmee neemt hij de laatste twijfels weg. De Tour heeft een nieuwe vedette gevonden.
Eigenlijk werd Vignon in de Tour 84 slechts één keer verslagen. Dat was in de proloog. In deze inleidende tijdrit over 5,5 kilometer werd Vignon met 3 seconden voorafgegaan door Bernard Hinault. Zou Hinault Vignon echt kunnen bedreigen voor de eindzege? Met het verstrijken van de ritten werd het antwoord steeds duidelijker. Nee. Na de ploegentijdrit, gewonnen door de ploeg Vignon en waarin het team van Bernard Hinault slechts 7e werd, krijgen we de eerste individuele tijdrit. Alençon-Le Mans, afstand 67 kilometer. Vignon wint voor Kelly. Hinault is 3e op 49 seconden. In de Pyreneerrit met aankomst op Guzijn-Neige gaat de zege naar de beste klimmer uit de Tour 84, de Schot Miller. Vignon, die als 7e finisht, loopt opnieuw verder uit op Hinault. De laatste tourweek waarin de karavaan door de Alpen trekt, wordt een echt festival Vignon. Het begint met de klimtijdrit van Les Echelles naar La Ruchère. Op Alpe d'Huez zorgt Luis Herrera voor de eerste en tot nog toe enige Colombiaanse ritzege. Vignon wordt er 2e en neemt de gele trui over van zijn ploegmaat Vincent Barthaud. De laatste 2 aankomsten op een col zijn in La Plagne en in het Zwitserse Grand Montana. Vignon een beetje ontgoocheld omdat hij op Alpe d'Huez naast de ritzege greep, overklast er al zijn tegenstanders. Een demonstratie van zijn talent en van zijn ambitie. In de tijdrit van Villemorgon naar Villefranche-en-Beaujolais zet Vignon tenslotte de kroon op het werk. Het is zijn 5e ritzege. Voor de 2e opeenvolgende keer wint Laurent Vignon de Tour. Een paar weken later viert hij zijn 24e verjaardag. Zonder Vignon is de strijd voor de gele trui open. Toch is er 1 superfavoriet, Bernard Hinault. Hij is er nu 30 en wil er over 2 jaar mee stoppen. Intussen kan hij nog wel voor een 5e keer de Tour winnen. Bernard Hinault wacht de Tour 85 met het grootst mogelijke zelfvertrouwen af. Vorig jaar verloor hij weliswaar van Vignon, maar 1984 sloot hij toch nog feestelijk af met overwinningen in de Landenprijs en de Ronde van Lombardije. Geen twijfels dus, geen stress. Quel stress? Si tu es heureux, si tu es bien dans ta peau, il y a pas de stress. Parce que pour moi, je vois pas où il y aura la peur. Dat zelfvertrouwen werd nog gesterkt in de voorbije ronde van Italië. Hinault versloeg zonder veel problemen Moser. 1 voorbehoud toch, in de Giro bleven de zware cols achterwege, zodat de klimmer Hinault nooit echt werd getest. Toch blijft hij favoriet nummer 1 voor de tourzege, zeker nu Vignon er niet bij is. Disons favoriet, c'est les gens qui le disent. Bon, je sais que au départ de ce tour, bon, j'ai envie de gagner et je pense que rien que ça fait que on me désigne comme le favori. Quelle est votre ambition? L'ambition, c'est de gagner le tour. Que ce soit moi ou Greg LeMond, mais nous sommes 2 et je pense qu'il faut que ce soit un des 2 qui gagne. Mais est-ce une situation favorable? Sans Fignon, vous supporterez le poids de la course? Que Fignon soit au départ du tour ou qu'il ne le soit pas, je crois que ça n'aurait pas changé grand-chose. Quand on a l'ambition de gagner, on ne s'occupe pas des autres, on fait pour soi. Et le Giro, est-ce que le Giro était un test suffisant parce que la haute montagne y a été escamotée? Tout le monde me parle de la haute montagne, mais ça fait 10 ans que j'en fais et ça ne m'a pas déjeuné.
Bon, là, il n'y en a pas eu dans le Tour d'Italie. Mais dans le Tour de France, on n'arrive pas du jour au lendemain. C'est tout plat et puis pof, la montagne, non. Il y a des difficultés qui arrivent tout doucement et après on arrive à grimper. Hein. Est-ce que vous disposez toujours des ressources athlétiques d'il y a quelques années? Je crois que j'ai quand même de bonnes ressources parce que déjà le fait que j'ai pas couru beaucoup avant et que la préparation hivernale que j'ai fait bon, est quand même là et qu'on la perd pas du jour au lendemain. Mais cette opération d'il y a 2 ans n'a pas laissé de traces? Elle a laissé qu'une trace, c'est une cicatrice, mais maintenant c'est fini, il y a depuis longtemps. Depuis que je recommence à monter sur un vélo, pour moi c'était fini. On n'en parlait plus. Hino kan ook op een sterke ploeg rekenen met onder andere Greg LeMond en Marc Gomez, die begin deze maand de Ronde van Zweden heeft gewonnen. LeMond, vorig jaar derde, is zelfs kandidaat voor de eindzege. Kan het individualisme van de Amerikaan moeilijkheden veroorzaken en wie rijdt voor wie? Le rôle de Greg est exactement le même que le mien. C'est-à-dire qu'on est là tous les deux pour faire favoriser la victoire de l'équipe. Que tous les deux, on essayera, soit lui ou soit moi, de gagner, si possible, peut-être de faire un et deux. Il sera à votre service ou non, est-ce que vous partez à main d'égalité? Il n'est pas à mon service, contrairement à ce qu'on peut penser. Il a le même rôle que moi, il est là pour gagner. Et on se retrouve tous les deux dans la même équipe, donc quand lui attaque, moi je ne vais pas le chercher. Et quand moi j'attaque, il ne vient pas. Et on essaie de faire en sorte que les autres soient obligés de nous courir toujours derrière pour qu'il y en ait un ou deux qui gagnent. Andere kandidaten voor de Tourzege zijn zeker de Australier Phil Anderson, eerste in de ronde van Zwitserland, de Schotse klimmer Miller, Pascal Simon, de geblesseerde gele truidrager van 1983 en de Ier Stephen Roach. Faut pas, au départ d'un Tour de France, il y a 10, 12 équipes, même plus que ça, il y en a 18 je crois cette année. Et il y a 18 leaders au moins, au total. Et au départ d'un Tour, on ne peut pas savoir qui sera en super condition ou qui ne le sera pas. Anderson. Je crois qu'Anderson marche très très bien actuellement. Il y a Roche peut-être qui marchera quand il le faudra, juste au départ du Tour. Bon, il y a aussi Millard, il y a Simon. Je crois qu'il ne faut pas compter que sur un bonhomme, il faut surtout penser que tout le monde voudra gagner et que ça peut être une attaque de plusieurs coureurs qui fait que tu perds ou tu gagnes. Il y a toujours une certaine tension entre vous-même et Cyril Guimard? Non, il n'y a pas de tension. On a su nous sommes deux personnes intelligentes et nous avons su nous écarter l'un de l'autre au bon moment. Est-ce que Criquéon peut causer la surprise? Claudie Kikelion a déjà quand même fait le tour plusieurs fois et il a peut-être un inconvénient, c'est que dans les contre-la-montre, il n'est pas encore trop... Il n'est pas puissant. Et dans la montagne, bon, il n'a pas encore fait de grosses différences par rapport à d'autres. Et je crois qu'il faut quand même le mettre dans les 5 premiers du tour. Les autres Belges? Il faut voir qui vient. Van Impe? Van Impe, c'est pareil. Bon, il va très bien dans la montagne, mais il y a quand même un inconvénient dans les contre-la-montre. Je crois que pour gagner un tour ou une grande course, il faut avoir les trois possibilités. C'est-à-dire il faut aller très bien sur le plat, il faut aller très vite au sprint quand il le faut, et aussi très bien en montagne, et contre-la-montre. Donc, il faut, si on n'a pas ces trois qualités, je crois que c'est difficile de gagner un tour actuellement. 4 keer heeft Bernard Hinault de Ronde van Frankrijk gewonnen. In 78, 79, 81 en 82. In 1980 moest hij opgeven wegens knieproblemen. En in 83 liet hij zich aan die knie opereren. Opvallend feit bij zijn toeroverwinningen is zijn overwicht in de tijdritten. Maar welke van de 4 toerzegers heeft hem nu het meest plezier gedaan? Il n'y en a pas une plus que l'autre, je crois que... Ces 4 victoires, bon, c'est 4 courses gagnées, c'est 4 fois la joie d'avoir gagné.
Dès maintenant, le record de Marc, c'est donc utile est à votre portée. Mais je cours pas pour ça. Je m'en fous éperdument de ça. Je cours parce que j'ai envie de courir et parce que j'ai envie de gagner, c'est tout. Les records sont pas faits pour moi. Vous ne voulez pas être le numéro 1 de tout le temps? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? J'ai la satisfaction de vouloir faire du vélo encore pour mon plaisir, c'est tout. Voor het puntenklassement de groene trui dienen zich alvast twee kandidaten aan. Erik van der Aarde en de Ier Sean Kelly. Kelly die ook nog zijn oog op de gele trui heeft laten vallen. Erik van der Aarden, de jongste deelnemer aan de Tour 83, maakte een opvallend debuut door de proloog te winnen. Hij liet er onder meer gereputeerde hardrijders als Bert Oosterbos en Jean-Luc van den Broeke achter zich. Het leverde hem zijn eerste gele en groene trui op. Vorig jaar moest Van der Aarde tot de 10e etappe wachten op een eerste succes. In Po versloeg hij zijn medevluchter Mark Dirks in de sprint. Op de prestigieuze Champs-Élysées behaalde Van der Aarde in een roekeloos lange sprint zijn tweede ritzege. In de puntenklassering moest hij Hoste en Kelly laten voorgaan. Dit jaar komt Van der Aarde aan de start als een van de grote favorieten voor de groene trui. Ook al willen de organisatoren de sprinters dit jaar moeilijker maken om die groene trui te nemen. Er zullen naar verluid meer punten te verdienen zijn in de bergritten en in de tijdritten. Ja, ik denk als ik vorig jaar niet zoveel tegenslag heb, of misschien echt voor de groene trui vanaf de eerste dag, dat ik die misschien vorig jaar al bij had. Maar als je naar de ronde kunt gaan met het gedachte... Of als je weet dat je het kunt halen, dan ga je er iets meer voor proberen. Ja. Ga je er nu iets meer voor proberen? Ga je vanaf de eerste dag voor de groene trui rijden? Ja, als ik hem niet heb, zal het geen ramp zijn. Maar ik probeer het toch vanaf de eerste week zoveel mogelijk punten te halen. De afwezigheid van Eddy Plankaert, is dat een voordeel of een nadeel voor jou? Ja, in sommige gevallen kan de voordeel zijn. In sommige gevallen de nadeel. Wat het gaat worden, ja, moeten we afwachten, denk ik. Geef eens voorbeelden van waar een voordeel, waar een nadeel. Ja, waar we, ik denk als het op een echte sprint aankomt en dat Planker bij mij is, dat we bijna niet geklopt kunnen worden, denk ik. Maar in de Ronde van Frankrijk heb je allemaal sprinters. Ja, en dan kijken er een paar naar mij, dan kijken er een paar naar Eddy. En dan wordt het moeilijker, denk ik, als je echt je positie moet gaan zoeken. Maar een echte zuivere sprint, waar niet zoveel sprinters zitten, is het een heel goed voordeel. Ja. Eigenlijk ben jij geen echte sprinter, hè? Je bent snel, maar jij bent geen Plankaert, is meer een echte sprinter dan jij. Ja, misschien wel, ja. Ik denk dat ik het delen moet hebben van een echte sterke sprint. Terwijl Eddy toch meer zuivere sprinter is, denk ik. Wie worden jouw voornaamste tegenstanders in de strijd om de groene trui? Ja, wie? Ik denk... misschien niemand echt... speciaal, maar er zijn er vele die het kunnen halen, toch. Als je ziet, vorig jaar, Hosten had ook eigenlijk niemand verwacht. En die wint 3 etappes plus de groene trui. Dus volgens mij kan er ergens weer zijn winst in uitschieten. Ja, en Sean Kelly wordt ook naar voren geschoven als favoriet? Ja, als ik in de plaats van Kelly was, zou ik toch meer naar een klassement rijden. Toch niet zeker. Dan ben jij natuurlijk ook kwijt als rivaal voor de groene trui. Ja, dat ook, maar... als ik zo goed bergop kan rijden als Kelly en toch ook een zeer goede tijdrit kan neerzetten, zou ik toch eventueel rijden voor een klassement. Well, I think this year I will go for the yellow. Last year I started the Tour of France for the yellow jersey. And in the end I see I wasn't going to win the race. I wasn't going to win the yellow jersey, so then I tried for the green jersey. But at that moment it was a bit late. In the race, and I was a bit hadn't enough points built up to take the green jersey. But I think this year I will start the Tour with the intention of taking the yellow jersey, maybe for a couple of days, and then I see if I can keep it till the end.
Het feit dat Laurent Fignon er niet bij is dit jaar, heeft dat mee je beslissing beïnvloed nu? Yes, that changed the race altogether. Because if Fignon was in the race and he wasn't on the riding the same form as he had last year, well then I think everybody would be taking the start to ride for a second place in the Tour of France. So this year the race is much more open without Fignon being riding. Kelly was van plan dit jaar de drie grote rondes te rijden, Spanje, Italië en Frankrijk. Maar na de ronde van Spanje, waarin hij negende werd, kreeg hij last van tendinitis aan de Achillespezen. Daardoor moest hij verstek laten gaan voor de Giro. I think it's better for me that I didn't ride the Tour of Italy. First of all, I would have rather ride the Tour of Italy than the Tour of Spain. But because of our sponsor, I had to ride the Tour of Spain and then I had a tendinitis and I couldn't ride the Tour of Italy. But I think all in all, after the Tour of Spain, I took 2 weeks rest. I had to take the rest because of my tendinitis, and I think that will it will be better for me for the Tour of France. So I think not riding the Tour of Italy is better for me for the Tour of France. Rijden voor de gele trui is zwaarder, is moeilijker dan rijden voor de groene trui, of niet? Yes, to ride for the yellow jersey. It's always more difficult because every day you have to be up there in the race. You can't have an off day. You can't lose any time on your main rivals. Where for the green jersey, in the mountain stages, you can finish maybe 10, 15, 20 minutes behind someday, and you can still win the green jersey at the end of the race. Where if you do this and you're riding for the yellow, you can't win the yellow jersey in the Tour of France. Mm-hmm. Durf je het aan om voor beide truien te rijden, zowel geel als groen? Well, I think if I could win the yellow jersey, well then I don't think the green jersey would interest me. Er zijn ook Belgen die meerijden voor het eindklassement. Een Waal Criquiot en een Vlaming Lucien van Impe. We beginnen met wereldkampioen Claude Criquiot. Wereldkampioen Claude Criquelion werd vorige zondag in Allansi nog tweede in het Belgisch wegkampioenschap door een soort overschatting van zijn spurtkwaliteiten. Maar zowel die overschatting als een gebaar van ontgoocheling voorbij de streep bewijzen nog maar eens dat die regenboogtrui van Claude Criquelion een ander renner heeft gemaakt. Criquelion gelooft in zichzelf en hij heeft nu ook ingezien dat je moet aanvallen om te kunnen winnen. Hij valt tegenwoordig dus aan en hij wint ook. In de Waalse Pijl bijvoorbeeld zijn eerste klassieke overwinning en na de regenboograce van Barcelona vorig jaar ook zijn belangrijkste zege. In de andere Waalse klassieker, Luik-Bastenaken-Luik, was de Waal de absolute uitblinker, ook al werd hij maar tweede achter de Italiaan Moreno Argentin. Door al die omstandigheden is de nu 28-jarige Claude Criquelion uit De Zacre, voorheen een vrijwel onopgemerkte figuur in het peloton, een populaire vedette geworden. Uiteraard in Wallonië, maar ook in Vlaanderen. Oui, je suis applaudi sur les côtes et tout côté du monde. Je suis applaudi de à sa façon. Et d'ailleurs, je crois que la meilleure preuve c'est l'année passée à Brascat au Critérium. L'année précédente, il y avait 400 personnes et bon, c'était la première course que je faisais en Belgique avec le meilleur arc-en-ciel. Et il y avait 5000 personnes, donc ça veut quand même dire qu'il y en avait quelques-uns qui étaient venus pour me voir. Oui. Qu'est-ce que tout cela va changer maintenant dans le Tour de France? On y verra nouveau Criquelion, le vainqueur, le candidat à la victoire? Ben, je ne crois pas à candidat à victoire, je crois à candidat à une place d'honneur, mais quand candidat à victoire, c'est quand même une autre marche. C'est pas parce que j'ai de la motivation et que je suis le meilleur arc-en-ciel que je vais devenir le meilleur rouleur contre la montre et le meilleur dans la montagne. Bon, je crois que je peux améliorer mon classement, mais quant à lutter pour la victoire, je crois quand même pas. Plus ambitieux qu'avant, mais réaliste quand même. Oui, parce que bon, je ne vais pas commencer à dire, je vais être dans les deux premiers. Je crois que ça va être très difficile d'être dans les 5-6 premiers. Si j'y parviens, je serai très content. Ik zie hem toch in de 5-6 eerste zeker zijndigen. Hij moet juist één ding veranderen. En dat is, hij mag niet zo groot rijden. Hij moet een beetje op kleiner verzet steken. En de Tour dit jaar wordt eerst gereden in de Alpen. En dat zijn zijn moeilijkste ritten. Maar aangezien dat dan eerst de Alpen doen, zal het voor hem veel gemakkelijker zijn dat hij achteraf de Pyreneeën kan rijden. En ik zie hem zeker zo kwam in de 6e eerste te eindigen. En misschien nog dichter. Ik denk
dat er van Claudie eigenlijk te veel verwacht wordt in die Ronde van Frankrijk. Hij heeft nu die schitterende prestaties geleverd in die klassiekers die voorbij zijn. En iedereen zit nu al te popelen en te spreken over de Ronde van Frankrijk. En ze denken allemaal dat Claudie kan winnen. Maar ik denk dus als Belg of als buitenlander om de Ronde van Frankrijk te winnen, dat dat altijd nog heel moeilijk is. En ik dacht Claudie wel bekwam om dus een heel dichte ereplaats te rijden. En hij heeft het grote moreel met die trui en zo. En ik denk wel dat de ploeg zich terug zal inzetten, zoals ze het gedaan hebben in de klassiekers voor hem. Om dus die dichtste ereplaats te halen en eventueel met hem of met iemand anders proberen een rit te winnen. Excuseer voor die beeldstoringen, dames en heren. Je zou het hem niet nageven, maar Lucien van Impe is intussen 38 jaar. Even oud trouwens als de Nederlander Joop Zoetemelk. Ze beginnen beide aan hun 15e ronde van Frankrijk en dat is een record. Lucien van Impe werd één keer eindwinnaar in 1976. Lucien van Impe, je laatste ronde van Frankrijk, dat is toch waar? Ja, dat is zeker. Het zal dit jaar zeker mijn laatste worden. Spijt van? Spijt van dat mijn laatste is, dat niet. Maar ik heb spijt dat ik ben nu 17 jaar dat ik beroepsrenner ben. Ik heb spijt dat mijn 17e niet is. Het is nu mijn 15e. Ik heb 2 jaar moeten mankeren en daar heb ik spijt van. Lucien van Impe reed zijn eerste tour in het gezegende jaar 1969. Het eerste jaar van Merckx. Ik ben beroepsrenner geworden, alleen omdat ik die Ronde van Frankrijk moest rijden. Ik ben 3 dagen voor de Ronde van Frankrijk beroepsrenner geworden. En dat was ook mijn doel. Anders zou ik nooit beroepsrenner geworden hebben. En ik heb ook altijd gezegd, zolang ik koers zal ik de Ronde van Frankrijk rijden. Van Impe werd 12e. Hij was daarmee 2e Belg in de eindrangschikking. De volgende jaren ging het alsmaar beter. 6e in 70, 3e in 71 en voor het eerst winnaar van het bergklassement dat hij ook een jaar later won. Toen, in 72, werd hij 4e en kaapte hij zijn eerste rit op Orsières-Merlet. Er leek toen meer in te zitten. Ja, er heeft vroeger misschien wel iets meer ingezeten. Had ik mezelf niet te veel gespaard vroeger, ik had wel zeker 1 of 2 keer mee de ronde kunnen winnen, denk ik. Wat bedoel je met sparen? Sparen. Ik heb vroeger met een directeur geweest zoals Stablinski. Die had altijd een beetje schrik dat ik daar tegenaan vloog of dat ik mijn eigen zin deed. Hij deed me meer altijd een beetje inhouden. Ik moest alleen rijden voor een rit te winnen of het bergklassement. En als ik daar nu op terugkijk, dat heb ik toch wel spijt van dat ik misschien vroeger toch de ronde meer dan 1 keer kunnen winnen heb. In de tijd van de goede Merckx heb jij hem ook zelden aangevallen eigenlijk. Heb je daar geen spijt van? Ja, Merckx aanvallen in de tijd van Merckx, dat was een fenomeen. Hij was zoveel klassen beter als wij, dat wij tevreden waren dat we konden bij hem blijven in de koolse. Het was hem zelf die altijd de koers maakte en wij waren al tevreden dat we zo lang mogelijk bij hem bleven. Wanneer hij ergens een beetje in moeilijkheden was, ja, dan hebben wij daar zeker van geprofiteerd. Maar als je ziet, de rit, die ronde dat Ocaña bijna won, daar hebben wij toch van geprofiteerd dat Merckx in moeilijkheden was. Maar hij heeft zo weinig momenten gehad dat Merckx in moeilijkheden was. Het was bijna niet te doen tegen hem om proberen aan te vallen. Maar was het toch niet een beetje te veel opzien naar en te weinig proberen? Nee, ik denk het niet. Wanneer wij op de fiets zitten, wij voelen dat zelf aan. Misschien geeft dat een ander indruk op de tv, dat ze denken, hij zit toch gemakkelijk in het wiel, hij draait mee. Maar bij de ene renner ziet me dat goed en bij de ander niet. Ik ben nu zo iemand, wanneer ik kapot zit, dat ze dat bijna niet zien. En ik heb dikwijls zo geweest dat ik met Merckx samen was, maar dat ik zeker tevreden was wanneer ik kon bij hem blijven en een paar keer overnemen. Want hij reed zo geweldig hard de bergen op of bergaf. Of hij was in alles compleet. Het was bijna niet te doen tegen Merckx om hem aan te vallen. In 73 was Merckx er niet bij, maar Ocaña won. En Van Impe werd slechts 5e. 74 was Luciens dieptepunt, maar een 18e plaats. In 75 werd hij 3e, werd voor de 3e keer bergkoning en won 2 ritten, waaronder zelfs een tijdrit. Als dat kon, dan behoorde de gele trui even goed tot de mogelijkheden. En inderdaad, in 76, in zijn 8e toer, in de rit naar de hoogte van Alpe d'Huez, veroverde Lucien van Impe voor het eerst de gele trui. En daar wat nog overblijft van de 40, die daarnet aan de voet van de Alpe d'Huez beklimming nog samen waren, bereid over de volle weg. Men probeert nu, Freddy Maartens zie ik er niet meer bij. En hier zijn de eerste twee. Hier zijn de eerste twee sportiefhebbers, Lucien van Impe en Joop Zoetemelk. Joop Zoetemelk moet normaal iemand zijn die vlugger spurt. Het
is Joop Soetemelk die deze etappe wint. Hij heeft zelfs een klein beetje voorsprong. Nog een paar seconden op Lucien van Impe. En ik ga mijn chrono afdrukken op Lucien van Impe. Wij wachten op de aankomst Lucien. 50, 51, 52. Proficiat, je hebt de geel terug. Ja. Ja, ik ben echt natuurlijk echt tevreden. De eerste keer in mijn leven, daar verlang ik nu al 8 jaar naar. Van Impe verloor zijn gele trui later nog aan Raymond Delisle, maar in de rit naar Saint-Lary-Soulan zette hij de Tour 76 definitief naar zijn hand met de hulp van Luis Ocaña. Ja, maar er zijn weinig renners die de ronde winnen die geen hulp krijgen van iemand anders. Het is zo, wanneer men in ontsnapping bent, dan kan men gewoon gaan praten en dan is het rijden om te winnen. En het was ook in zijn voordeel in Ocaña wanneer hij reed met mij mee. Hij ging ook zijn klassement verbeteren en misschien ook de rit nog kunnen winnen. En waarom zou het niet gedaan hebben? Ik in dezelfde plaats zou ik het ook gedaan hebben. Lucien van Impe gooide Ocaña los in de slotklim en ging er alleen vandoor. Lucien van Impe heeft de Ronde van Frankrijk vandaag stuk gereden. Lucien van Impe heeft de Ronde van Frankrijk vandaag stuk gereden. Lucien van Impe heeft de Ronde van Frankrijk vandaag stuk gereden. Van Impe won de rit op Saint-Lary-Soulan en uiteindelijk de Tour 76 met meer dan 4 minuten voorsprong op Joop Zoetemelk. Na dat seizoen gingen de wegen van Impe en zijn ploegleider Cyril Guimard uiteen. Si Van Impe serait resté sous les ordres de Guimard, est-ce qu'il aurait pu gagner le Tour plus d'une fois? Sûrement oui. Sûrement oui, pour moi c'est une certitude. Je crois qu'en effet il avait tous les moyens, étant le grimpeur qu'il est, de pouvoir dans la Tour de France où la montagne continue à commander, il aurait pu s'exprimer d'une manière plus complète et plus formelle d'autres fois encore. Ja, dat denk ik ook hoor. Zeker in, ik heb in 76 de ronde gewonnen, had ik ook in 77 bij hem gebleven. Ja, men weet nooit, nadien kan men altijd die conclusies daarover maken, maar ik denk toch in 77 zou ik ze zeker ook met Cyril Guimard nog een keer gewonnen hebben. Misschien ook terug nu in 81 en ook in 83, waar ik geweldig sterk was, kon ik misschien ook nog met een goede directeur zoals Cyril Guimard, die toch wel veel ondervinding heeft in die Ronde van Frankrijk, kon ik misschien toch nog de Ronde nog altijd gewonnen hebben. Van Impe bleef afwezig in 82 en vorig jaar, maar in 81 met een tweede plaats en vooral in 83 toen hij als Belgisch kampioen de klimtijdrit naar Avoriaz won en voor de 6e keer het bergklassement, kende hij nieuwe hoogtepunten. Van Impe werd 4e in die Tour 83, de eerste van Fignon. Maar in België leefde de overtuiging dat Van Impe met een sterkere ploeg nog vlot voor het geel had kunnen meevechten. Het komt er nu op aan. De laatste tijd moet men zeker in een sterke ploeg zijn wanneer men naar Ronde van Frankrijk gaat. Zeker om te winnen, want we hebben de ploeg hard nodig. Alleen kan men geen Ronde van Frankrijk winnen. We moeten een goede ploeg hebben. Nu toch, de laatste jaren zijn er veel tijdritten per ploeg en daar verliezen we veel minuten. Als je ziet, in 83 ben ik zeker 6 of 7 minuten verloren in die tijdritten per ploeg. En dat is altijd moeilijk om terug op te halen dan. Met welke ambitie vertrekt iemand van 38? Wel ja, misschien zijn er mensen die denken dat ik alleen naar de ronde ga om te zeggen, voilà, ik ga het record breken met een 15e keer deel te nemen. Maar voor mij, ik denk daar gewoon weg niet aan. Het is altijd mooi dat ik kan zeggen, ik ben recordhouder met een 15e keer deel te nemen. Maar ik ga naar de ronde met een doel, zeker om proberen een 6e keer, een 7e keer het bergklassement te winnen. En ook een goede uitslag te maken. Anders zou ik gewoon weg niet starten, omdat ik weet dat ik het nog altijd kan. Er zijn nogal wat aankomsten bovenop Kools. Ja, er zijn aankomsten boven de Kools en dat is zeker mijn doel. Proberen zo vlug mogelijk een rit te winnen om het vertrouwen te winnen in mijn ploeg. En verder zullen we zien wanneer ik altijd, alle jaren wanneer ik gereden heb voor het bergklassement, heb ik altijd een goede uitslag gemaakt ook in het eindklassement. En daar zal ik zeker terug van profiteren nu. Ja, maar elke keer je vertrokken bent om het bergklassement te winnen, was het ook moeilijk om de Tour nog te winnen. Heb je achteraf elke keer gezegd? Ja, dat is waar hoor. En nu wordt het nog moeilijker. Wanneer men naar een Tour gaat, is het beter met één doel. Maar voor mij is het al te moeilijk. Ik sta nu daarvoor. Ik heb 6 keer het bergklassement gewonnen. Iedereen verlangt er naar. Ikzelf, ik durf dat zeggen, ik kom er ook vooruit. Ikzelf verlang er naar een 7e keer dat proberen te winnen. En wanneer ik dat moest kunnen, dat zal ik zeker niet laten liggen. Ik zal eerst iets nemen wat er te nemen is. Als Van Impe dit jaar een rit wint, wordt dat zijn 10e etappezege. En een 7e titel als bergkoning in de Tour zou een absoluut record zijn. Est-ce qu'il est comme grimpeur comparable aux grimpeurs tels que Bahamontes et Charlie Gaulle?
Non, ce ne sont pas, c'est pas le même type de grimpeur, encore que ce soit le format léger. Van Impe a une faculté de faire une différence, des différences, que Charlie Gaulle, tout à fait exceptionnel, et Bahamontès, exceptionnel, ne faisait pas aussi bien. Mais Charlie Gaulle, et surtout Bahamontès, avaient eu la faculté de maintenir un effort plus prolongé, qui était quelquefois plus payant encore que l'effort que peut accomplir Van Impe, qui est de surgir, de faire une différence, mais qui quelquefois le conduisait à ne pas pouvoir maintenir son effort pendant une durée suffisante. Wat betekent dan voor jou de Ronde van Frankrijk? Ja, ik vind het de mooiste en de grootste koers dat er is op de wereld. Ik vind een renner die zegt dat hij renner geweest is, als hij geen Ronde van Frankrijk gereden is, dan is dat gewoonweg niet waar. Je moet de Ronde van Frankrijk gereden hebben om te kunnen zeggen dat je renner bent. Zijn er anderen die natuurlijk zeggen, als je geen klassieker hebt gewonnen, ben je geen renner? Ja, maar ik vind deelnemen is al genoeg. Als je klassiekers deelgenomen hebt, dan heb je uitgereden. Dan heb je zoveel kilometers gedaan en misschien meer afgezien of toch zoveel afgezien dan de eerste. In de Ronde van Frankrijk is het juist hetzelfde. Wanneer je vertrekt in de Ronde van Frankrijk en je rijdt uit tot in Parijs, dan vind ik chapeau voor iedere renner die dat doet. Al zeg ik het zelf, het is ongelooflijk zwaar en het is voor mij is dat de grootste koers dat er op de wereld is. Wat zal de Ronde van Frankrijk voor jou betekenen als je die laatste hebt gereden? Ja, daar mag ik gewoonweg nog niet aan denken. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren wanneer ik in Parijs, hopelijk rijd ik daarover de meet in Parijs en dan zullen we zien. Maar het is zeker, het staat vast, het is mijn laatste keer. Het laatste woord in deze uitzending is aan Eddy Merckx, 5 keer toerwinnaar. Jacques Audet vernoemde je daarnet als een van de topfiguren, samen met Coppi. Een compliment natuurlijk. Ja, natuurlijk. Als je dat hoort van mensen zoals Jacques Audet, dat doet dat natuurlijk heel veel genoegen. Want zoals Christian van Impe zei, de Ronde van Frankrijk is voor mij ook de grootste wedstrijd die de wielersport kent. En het is het mooiste. Je hebt dat record. Bernard Hinault van de andere kant doet er erg smalend over. Hè? Dat interesseert hem niet. Ja, het is wel zo als je renner bent en je begint je carrière. Je gaat niet voor een record van 5 maal de Ronde van Frankrijk te winnen. Je wint 1, dan wint je 2. Maar als je een keer aan 5 zit, dan zeg je ja, als ik er 5 win, dan ben ik al zo ver als een ander. En ik denk wel dat Bernard Hinault ook met dat hoofd, met dat in zijn hoofd zit, dat hij ook graag een 5e ronde zou willen winnen. Alhoewel dat hij het niet in zegt. Speelt hij dat dan? Is hij zo? Hinault, dus hij zegt ja, dat interesseert me niet. Speelt hij dat dan? Ja, ik denk dat hij dat niet meent. Ik denk dat hij niet zal laten van vijf een toer te winnen, indien dat mogelijk is. Maar ik denk, wat vooral bij Hinault het geval is, dat hij misschien niet zelfzeker is door zijn laatste ronde dat hij gereden heeft verleden jaar. Hij geeft net een andere indruk, hè? Zelfvertrouwen, lef. Maar dat is ook gespeeld misschien dan? Ja, ik denk de manier waarop hij antwoordt op de vragen. Hij neemt onmiddellijk terug, zo stress. Daar voel je eigenlijk dat hij stress heeft. Natuurlijk, het is te begrijpen. Het is een dag voor een belangrijke wedstrijd dat hij dat gezegd heeft. Maar hij is zeker onder stress. Dat voelt je merkelijk aan zijn uitspraken en aan de manier van doen. Want hij zegt, Le Mans of ik. Ik denk dat Hinault zeker niet naar een tour gaat voor Le Mans te rijden. Hij mag dat natuurlijk niet zeggen, maar ik denk dat hij werk gaat voor een 5e keer de tour te winnen. Hij is de superfavoriet, maar de Giro, je wou er net wat over zeggen, die is jou zo niet bevallen. Hè? Je hebt gezegd, het was dit jaar geen koers, die Giro. Ja, ik denk dat de Giro vooral een toof geweest is. Ik denk dat het al een paar jaar is dat de inrichters werkelijk het gewerkte
opzij zit. En ik denk dat in een rittenwedstrijd, waar een galte voor een grote ronde zijn, dat daar toch zeker een paar zware bergritten moeten bij zijn. En dat is dit jaar het geval niet geweest. En ook verleden jaar hebben ze zelfs afgeschaft. Dus ik denk dat al de renners die nu aan de start van de Ronde van Frankrijk toch met enige vrees naar het gebergte zullen gaan. En vooral een Benarino die verleden jaar toch in het gebergte toch veel minder gepresteerd heeft. Hij heeft natuurlijk veel beter gepresteerd op het laatste van het seizoen. Dan was hij weer superieur. Ja. Maar zijn voorseizoen dit jaar was toch ook zeer slecht. Hij maakt dus voorbehoud wat Gino betreft. Ja, voorbehoud. Hij is voor mij ook de grote favoriet. Maar hij heeft natuurlijk een heel groot voordeel met de tijdritten. Ja. Daar heeft hij zeker 5-6 minuten voorsprong. Maar het zal afhangen zijn hoe dat de Spanjaarden en Colombianen eventueel, en ook Lucien van Impe zal reageren in het gebergte. En dat zou hem eventueel in moeilijkheden kunnen brengen. En dat er andere renners, die zeker minder goede tijdrijders zijn dan hem, maar die toch een tamelijke tijd zou kunnen nemen op hem. En de Belgen dan, om dus te beginnen met Criquillon? Ja, volgens mij, men spreekt natuurlijk heel veel van Criquillon met die trui van wereldkampioen aan. Voor mij heeft Criquillon die wereldtrui toch zal hij misschien zwaar betalen, omdat hij toch veel geld uitgetrokken heeft in die trui. Hij heeft heel veel gekoerst, heeft geen specifiek programma gedaan voor die Ronde van Frankrijk. Jij vreest voor hem? Ik vrees voor hem, ja. Alhoewel dat ik hoop dat ik me vergis, maar ik vrees voor hem. Van Impe? Ja, Lucien van Impe is een ander geval. Lucien heeft veel meer ervaring, is ook een heel andere klimmer dan Criquillon. Hij gaat ook niet met de bedoeling om op een klassement te rijden. Hij gaat zien om trachten, dus een zevende maal die bergprijs te winnen. En dat kan hem natuurlijk misschien als eerste Belg doen eindigen. De groene trui en Erik van der Aarde, het is nu zo vanaf dit jaar, Mark van Lombeek heeft het al gezegd, in de bergetappen zijn evenveel punten te verdienen voor die trui als in de vlakke ritten. Dat is natuurlijk in zijn nadeel. Ja, dat is een zeer groot nadeel voor Erik van der Aarde, die normaal toch in die ronde de sterkste spurt zal zijn, maar die toch zal te bekampen hebben met een Kelly, want in het gebergte is Kelly toch veel beter dan van der Aarde, maar het probleem zal zijn als Kelly zich goed voelt en hij rijdt voor het eindklassement. Dan zal hij toch sommige risico's niet moeten nemen in massaspurten. Vooral met 180 man. Ik denk dat dat toch ook een gevaarlijk punt zal zijn in die ronde. Vooral de eerste ritten op smalle wegen. Daar zullen toch heel veel valpartijen gebeuren. Hoe ga jij de Tour volgen dit jaar? Ja, ik denk het eerste gedeelte van de Tour zal ik volgen via de tv, denk ik, omdat ik toch een paar dagen met verlof nu ga. Ja. En je wil er niet echt uit, maar toch zit er ook niet voor te springen, hè, om te volgen. Ja, voor te springen niet. Kijk, het is wel zo, ik heb een zeer druk beroepsleven en ik moet volgende maand weer naar het buitenland, naar Japan. En dan wil ik toch ook even uitblazen. Ik heb spijt dat ik bijvoorbeeld de Alpen niet kan zien, maar ik zal ze zien op tv en ik hoop dan... Daarna ga je dan in de Tour, als verslaggever weer, voor RTBF? Ja, eventueel. Het is nog niet bepaald. Of met een krant, ik zal zien. Spring jij nog wel eens op de fiets? Ja. Op vakantie of tijdens de Tour of zo? Kijk, ik ben verleden jaar weer beginnen vooral veel te fietsen gedurende vakantie. Dit jaar neem ik mijn fiets niet mee, maar ik heb dit seizoen toch al... tamelijk toch een paar keren per week, wanneer het goed weer is, ga ik fietsen. Ik doe het heel graag. Goed, bedankt Eddy Merckx. Dames en heren, we zijn aan het eind van onze vooruitblik. Morgen staat het uur van de waarheid in Plumelec in Bretagne. Daar start de Tour 85 met een proloogtijdrit over 6,5 kilometer. Onze reporters Mark Sassijns en Mark van Lombeek brengen daarover verslag uit vanaf 20 voor 4 morgen. Verder nog een goede avond en bedankt voor het kijken.